Hallo kijkers van de Machine 90 en welkom weer terug bij een nieuwe aflevering vanuit Batman Arkham City. Vandaag gaan we weer verder met zijn missies. En oh, wat ben ik blij dat we eindelijk weer zijn missies kunnen doen. Want ik heb sinds de vorige keer dat we verder gingen met de zijn missies, heb ik niks anders gedaan dan speedruns, challenges en zo. En eindelijk, zoals jullie kunnen zien, is het allemaal klaar. Dus we kunnen hiermee gaan beginnen. Riddle me this. The more there is, the less you see. What could I be? Even kijken. Mist staat hier niet bij. Oh, wacht even. Ik weet hem. Dark. Deze is echt heel simpel van hem. Dark. Ness. En zijn riddle. Amazing. You actually solved my riddle. I suppose a reward is due. I'm running a little game of chance that you may be interested in playing. Here's your invitation. Oké, waar? Daar. Oké, zet als current ding. Oké, dan gaan we daar naartoe. En jongens, ik ben ook blij dat ik vandaag ook helemaal niks hoef te knippen. Want wij gaan gewoon gezellig met z'n allen er naartoe. En zo lang duurt het waarschijnlijk niet. Het is een heel klein stukje. Maar oké, het is op zich best wel goed bedacht. Wat is dit trouwens voor een raar ding? Oh, dit was even een rare texture. Oké, want het klopt wel. Als er meer duisternis is, zie je minder. Want dan is het donker. Zo. Dat ging goed. Maar jongens, dat klopt wel. Hoe meer donker het is, hoe minder je ziet. En hoe meer licht het is, hoe meer je ziet. Dus ja, in ieder geval, we zijn er bijna. Volgens mij, daar ergens is het. En ik ben benieuwd wat hij deze keer voor trap heeft. Want ik kan me nog herinneren, de vorige keer had hij een trap met elektriciteit. Dat is ook weer 3 weken geleden. Of 4. Of nog veel meer, ik weet niet. Ik weet niet hoeveel weken het geleden is. Best wel veel weken geleden. Er zat nog die hele pauze tussen waarin ik de tijd had om eventjes die speedruns te doen. En dat was echt wel nodig. Gelukkig zijn we nu klaar met alle speedruns en met allemaal alle challenges. Dus hoeven we er niet meer over te praten op dit moment. En daar ben ik ook blij mee. In ieder geval, wij kunnen dus hier... Nee, het is niet hier. Het is niet hier, Batman. Het is niet hier, het is een stukje verder. Waar is het dan precies? Oh, want de vorige keer was het namelijk hier, waar ik net stond. Het is maar 5 meter verderop. En moest ik daar 20 uur voor doen? Voor die 5 meter verderop? Ja, het is zeker hier, want ik zie iets. Ja, volgens mij kunnen we door die muur heen, hè? Riddler, hostage. We kunnen door die muur heen. Yep. Hoppakee. Het zou trouwens gemeen zijn als ik je daar echt op sloeg, terwijl het gewoon een muur zou zijn. Dan heeft die Riddler gewoon even wat getekend. Dat zou gemeen zijn. Oké, nou in ieder geval naar binnen. En laten we de hostage gaan redden. Ik ben benieuwd wat voor challenge we nu krijgen. Want ik vind het op zich wel leuk, al die challenges die ons allemaal dingen laten doen. Oh god, daar is die. Hallo meneer! Roll up, roll up! It's time for my latest game! Oké. Dat is leuk. Roll up. It's time for my latest game. Oh, dat is helemaal niet moeilijk. Oh! Niet hierin gaan springen. Dat is helemaal niet moeilijk. Gewoon hier staan. En dan? Oh. Wie is dat? Help me! Oh, dat is iemand die op de weg. All you need to do is keep your eyes on the prize. Ja. All you have to do is keep your eyes on the prize. Oh god, we gaan dat doen. Oké, daar. Keep your eyes open, Dark Knight. Ja, ik zie hem. Dit is de tweede, daar. Oké. Daar is die. Hij is hier in het midden. Take your pick, Batman. Oh, dat is helemaal niet moeilijk. Hij is in het midden. Volgens mij. Shall we see if you were right? Ja, volgens mij wel. Volgens mij wel. Ik heb wel goed opgelet. Oh god. And the winner is me! Oh god, gaan we nog een keer doen? Oh, please help! Ah! No, no, nee! Help! Ah! Ah, dat... You picked wrong, Dark Knight. Ja, dat klopt.
Wel leuk dat we een mission opnieuw kunnen doen. Ik dacht dat ik het goed deed. Ik volgde dat ding met mijn ogen. Oké. Nu, geen enkel probleem. Wij gaan dit met onze ogen goed volgen. Oké. Ik hoop niet dat we helemaal opnieuw dit... Roll up, roll up. It's time for my latest game. Oh. Dank je, Batman. Dat was niet mijn bedoeling. Het was mijn bedoeling dat je hierop ging staan. Hij klimt er volgens mij automatisch wel op. Yep. Hoppakee. Oh, de curtain gaat ook echt open. Hoppakee. Help me! Ja, ja. All you need to do is keep your eyes on the prize. Ja, ja. Ik weet het. Laten we gewoon dit doen. Keep your eyes on the prize. Keep your eyes open, Dark Knight. Oh, dat is zo gemeen. Dit is echt zo gemeen, hè? Ik dacht, hij gaat daarmee. Nee hoor, hij zakt onder de grond en gaat naar links. Nou, dat is helemaal niet moeilijk. Dit ding is gewoon rigged. Ik had het ook kunnen verwachten. Shall we see if you were right? Yep, hij zit daar. What? No. How did you do that? Keep my eyes on the prize. He's crazy, Batman. You've got to save me. Oké. Ik kom eraan. Want ik hou niet van rigged games. Ik wil het wel eerlijk doen. Daarom kon ik ook niet winnen. Oké. Zo. Toch gewonnen. Hoppakee. You're safe now, Officer North. Thank you. I thought I was gonna die back there. Riddler gave you a code, right? Yeah. It's 860-120. He said something about it helping you. It will. Stay here. 860? Mastermind. Ja, dat was niet echt heel moeilijk. Omdat de game gerigd was. 860-120. 860, waar sta jij? 860-120. Hier. Hoppakee. Ja, ik heb hem. Oh, ik moest hem inhouden. Oké. Riddle me this. I have a head, a tail, but never any legs. Do you know what I am? I have a head, a tail? There's no way you could have solved that one, Batman. Even I could. You must have cheated. Consider this a warning. From here on in, it gets harder. Ja, nee, you cheated. Jij hebt gecheat. Oké, nou laten we naar buiten gaan en laten we even de locatie van de volgende opzoeken. Want dit was gewoon rigged. Dit was gewoon rigged. Jongens, ik kan niet tegen rigged games. Dat is het probleem. Oké. Well done, Dark Knight. Well done. You have completed enough of my challenges, so now all you have to do is solve my riddle and save the day. Can you do it? I have a head, a tail. Riddle me this. I have a head, a tail, but never any legs. Do you know what I am? Oké, we zullen het zien. Brastagram. Breading. Brality. Nee. Salty. Sne. Stagram. Sudding. Nee. Dit. Pending. Penalty. Volgens mij dit. Well, not so easy now, is it? I think it's time to introduce a little penalty to help you comprehend your ignorance. What shall it be? Oh, yes. I've frozen you out, Dark Knight. Frustrating, isn't it? Take some time to wrap your feeble mind around where you went wrong and try again. Okay. Cooldown 5, 4, 3, 2, 1. Op zich is dit wel goed. Penny. Kom op, deze had ik ook kunnen weten.
It seems I underestimated your abilities. But before you start to feel superior, you should try and rescue my next hostage. Bring a towel. Bring a towel. Oh, daar is die. Oké. Nou, dan gaan we daar naartoe. Hoppakee. Daar naartoe. Want we hebben nog wel even tijd voor de volgende. Benny. Oh, ik had dat kunnen weten. Want die Two-Face zei ook ervoor de hele tijd van... Head or Tails? Elke keer als ik dood ging. Dat was best wel veel. Dus ik had dat kunnen weten. Oh, het klinkt ook zo logisch nu. Hoofd of iets anders. Tail. Het was zo simpel, maar ja. Ik dacht penalty. Ik dacht van, hey, die heeft waarschijnlijk iets met voetbal te maken. Want, maar ja, ik ben echt... Ik weet echt niks van voetbal. Nee, sorry. Sorry, ik weet echt niks van voetbal. Dus ik dacht misschien een penalty. Nou ja, in ieder geval, wij zijn er in de buurt. Want hier is het. En daar is het, ja. Oké, we hebben nog wel even tijd voor die gozer. Ah, maar kijk. Nee, naar beneden. En anders hebben jullie een iets langere aflevering. Iets langere aflevering. Zal waarschijnlijk niet veel schelen. Hoppakee. Is dat van hout? Dan? Ja, het is gewoon van hout. Het is gewoon hout. Nou, dat is op zich best goed bedacht. Oké, open door. Nou, ben benieuwd wat voor challenge we nu krijgen. En niet cheaten. Want ik zal deze keer gewoon de hele tijd op detective scan doen. Oké. Is die gozer hier ergens? Nee. Nou, let's open dat deur. Dat het zo simpel gaat. Oh god. Ik weet al wat er gaat gebeuren. Nou, zeg eens wat. I've done it. This is one puzzle you cannot solve. I've studied your techniques, reviewed your childish gadgets, and there is nothing in your arsenal that can help you defeat this group. Jawel hoor. The hostage will die, and I will be victorious. Ja, dan heb je mij niet goed gestudied. Want, Can you get me out of here? Please! Ja hoor. Mevrouw, blijf even wachten. Want ik kom u zeker helpen. Hoppakee. En mijn gadgets zijn helemaal niet childish, want ik kom hier wel doorheen. Jij niet. Het klopt ook helemaal, die puzzel werkt niet op jou, maar wel op mij. Oké, en nu die kant op. De stroming is het vervelendste hier. Oké, niet scheuren. Niet scheuren, goed zo. Oké. Nou, deze hebben we gecomplete. Hoppakee. What? How did you... Where did you... This is cheating. Do you hear me? Cheating! Nee hoor. Oh god, ik zie twee van die dingen. Moeten we ze tegelijkertijd of... Ik kan daar niks op gooien. Wat is dat daar? Ik weet niet. Waarschijnlijk moeten we iets doen, maar ik weet niet wat. Ik denk dat we hier deze voor nodig hebben. Wat was dat? We kunnen hier gewoon helemaal niet doorheen. Oké. No problem. Hoppakee. Oh god, hij gaat verloren in het water. Wat is dan het ding wat ik moet doen? Want ik kan het water niet uitzetten. Tenzij ik hier doorheen kan. Nee, hier kan ik ook niet doorheen. Wat zet het water dan uit? Wacht even. Dat zet het water uit. Oké. Ik moet meer mijn detective mind gebruiken. Ah, bekijk. Kijk, en deze kunnen we dan... Doen. Ja, ik doe het. Ik ben er mee bezig, mevrouw. Ik ben er mee bezig. Hoppakee, deze. Jongens, jullie hebben niet zo lang een aflevering, want we zitten alweer op de tijd, zie ik. Oké, nou, iets is goed. En dan moeten wij dus die andere weer aanzetten. Hoppakee. Trek maar aan. Goed zo.
bij deze gewoon met... Oh god. Nee, dan moet ik nog een keer klikken. Oké. Nou, je kent dan mijn nieuwste gadgets niet. Misschien dat je dan hebt opgelet bij Arkham Asylum. Toen had ik deze gadgets niet, maar dit is gewoon simpel hoor. Dit is nog simpeler dan al die Riddler trophies die je me gaf. Die waren moeilijker. Oké, en nu? Laat me raden, ik kan nu hiermee door. Ja hoor. En dan links of rechts? Links zal het waarschijnlijk niet... Rechtdoor zal het waarschijnlijk niet zijn. Oké, Goddag op, leuk al deze kamers. Nee, waarschijnlijk moet ik dus wel rechtdoor. Oké, dan crash ik hem even hier. En ga dan maar rechtdoor. Als je dat wil. Oké, en wat moet er gestopt worden hier dan? Want ik zie totaal echt niks wat er gestopt kan worden hier. Ik begrijp wel wat je bedoelt, maar... Misschien is dit gewoon iets... Nee, waarschijnlijk moeten we daar niet naartoe. Of kan ik iets zien? Waar gestopt moet worden? Nee. Ik kan wel die persoon zien en die persoon zit daar. Nou, zie je, dan is het toch wel naar rechts. Maar wat kunnen wij dan uitschakelen hier? Wat mij helpt. Oké, even een omweg. Ik ben ook zo'n domkop, hè. Natuurlijk hoeven we daar niet naartoe. Met zo'n ding. We kunnen gewoon met de line launcher. Maar die line launcher had ik de vorige keer wel. Dus dan heb je ons niet goed gestudied. Are you feeling the pressure? Nou, dat valt op zich nog wel mee. Even kijken, wat is hier allemaal? Are you feeling the pressure? Please help me! Oké. Zal ik doen. Oh, gaan we weer zoiets doen. Oké. Is goed. Even kijken, wat kan ik hierbij aantrekken? Ik denk dit. Oké, dan allereerst dit. Dit. Ja? En dit. Nou, stoot hem dan maar. En jij ook. En dan moet ik hem nu duwen. Oh god. Oh, hij duwt automatisch. Oké. Oké. Nou, we zijn er doorheen. Yay. Oké, rescue doctor. Hij gaat nu toch niet door het plafond heen, hè? Maar die mevrouw. Nee. You're okay now. He gave you a number. He did? Oh no. What was it? It's important. You need to remember them. Oh, yes, it was 606x120. You need to rest here and then make your way back to the church if you feel up to it. I need to go after Riddler. Oké, de Riddler. Puzzler, gelukt. Oké, 606. 606. En 120. Oké, 606 en 120. Even kijken waar dan. Wat? Nee, ik hoef geen dingetjes hier. Oké, 606. Die is goed. En dan 120. Hier. Hoppakee. I'll be right under your feet in the midday sun. You cannot lose me, no matter how you run. What am I? Schaduw. Waarom weet ik dit zo in één keer? Op, schaduw. Ja, nou ja, het klinkt het meest logische.
Maar ik ga deze kant op. Jongens, we gaan even dat ding oplossen. No! You couldn't possibly have done that. How did you... Who helped you? You cheated. I know you cheated. Oh, this is an overdone night. Oh, no. Now things get far more difficult. People will die and you will be to blight, to blight, to blight, to blight. Oké. Leuk je gesproken te hebben. Oké, dan gaan wij dus even die raadsel oplossen. En dan gaan we de volgende keer naar die hostage. Want jongens, jullie hebben al een langere aflevering. En ik wil het niet te lang maken. Want we kunnen alles wel in één keer doen. Vind ik wel leuk, maar gaan we niet doen. Oké, in ieder geval. You actually managed to complete enough challenges, Darknut. If you think you can hear me clapping, then you are obviously suffering from some sort of delusion. For I am doing no such thing. Solve my riddle. And find the hostage. Riddle me this. I'll be right under your feet in the midday sun. You cannot lose me, no matter how you run. What am I? Ja, die heb ik al opgelost, gozer. Want jij maakt de dingen echt veel te simpel. Shadow. No, this is not happening. Did you cheat? Nee. Of course you did. It's the only way. Well, it ends now. Here's the next location. You won't be able to cheat your way past this problem. Maar ik cheat helemaal niet. Oh, daar. Oké. Kijk eens, dan zie ik jullie de volgende keer daar. Maar nu ga ik zeggen, kijk zo... Nu ga ik zeggen, kijk zo even naar het omhoog. Help je mij mee, help het kanaal mee. Abonneer als jullie nog niet zeggen, meneer. Jongens, jullie hebben al een langere aflevering. Kan ook wel een keertje. In ieder geval, er valt voor mij nog mee in te zeggen. Het is... Doei!